We hebben Nadira Ramauta-Singh te gast bij ons. Nadira runt 3 succesvolle businesses in de detailhandel, waaronder haar eigen winkel. En ze ondersteunt verschillende nationale en internationale marketing consultancy projecten. En verder is ze een veelgevraagde influencer. Ze deed op dit evenement een presentatie genaamd Crush It With Instagram. Hi Nadira. Hi Joshua. Hi, fijn om je hier te hebben met ons. Ik vind het ook leuk om hier te zijn. Alright. Crush It With Instagram is de titel geweest van je presentatie. Klopt. Vanwaar de aanleiding en kan je ons een beetje meer vertellen daarover? Nou ja, ik werd door Jean-Luc uitgenodigd om naar de social media conference te komen en om te spreken. En ik dacht, oké, ik heb maar 45 minuten en ik wil iedereen gewoon iets heel concreets meegeven. Iets waar ze direct mee iets kunnen doen. En zelf maak ik heel veel gebruik van Instagram en ik heb ook met cijfertjes kunnen onderbouwen waarom Instagram het snelst groeiende platform is met eigenlijk de meeste mogelijkheden voor bijna elk bedrijf. En op basis daarvan heb ik me toen daarin verdiept om dus daar een presentatie over te geven. En volgens mij is dat wel goed in de smaak gevallen en hebben mensen wel zoiets van... Ja, ik wist niet dat Instagram zo interessant was en je hebt me geïnspireerd om meer met mijn Instagram te doen. Dus daar ben ik heel blij om, want dat is ook mijn doel. Alright, dus echt de eye-opening presentatie dus bij de meesten. Ja. Oké, als influencer Nadira, welke social media campagne is voor jou het meest memorable? Welke hou je dear to your heart of bij welke van ze denk je van, hey, dat was echt een moeilijke dag, maar alles is wel goed gekomen? Nou ja, als influencer, ik heb heel veel campagnes gedaan, vooral met fashion brands. En ik moet zeggen dat ik kan jullie niet te veel interessante verhalen vertellen, want alles is best wel smooth verlopen. Het zijn internationale bedrijven en daar is alles geregeld, fotografie, alles is heel strak geregeld. Maar mijn favoriete campagne was met Missguided. Missguided is een internationaal online platform voor kleding en eigenlijk accessories en alles. En zij hebben gewoon in principe alles verzorgd en het was gewoon een geweldige dag. En eigenlijk voel je net een prinses, alles draait om jou. En dat was gewoon heel erg leuk om te doen. Alright, heel mooi. Oké, Nadira, je runt 3 succesvolle businesses. Zijn er ook dingen die je doet naast werken, die je graag doet naast werken? Nou ja, dat is dus de grap. De 3 bedrijven, die slokken natuurlijk heel veel van mijn tijd op. En daarnaast heb ik dus mijn personal brand, mijn eigen Instagram, waar ik inmiddels... Het is begonnen als hobby, het is nog steeds mijn hobby. Maar ik verdien er wel wat geld mee. Maar dat is eigenlijk waar mijn vrije tijd naartoe gaat. En als ik heel eerlijk moet zijn, heb ik niet zoveel vrije tijd. Maar ik zou het ook niet anders willen. Ik geniet van wat ik doe. En ik voel me heel erg blessed dat ik bezig mag zijn met zoveel leuke dingen. Alright. Heel mooi te horen, Nadira. Ik bedank je voor je tijd. Het was jullie ook bedankt. Bij ons te hebben. En dan zien we hopelijk gauw weer. Ja, zeker. Dank je.